Mijn naam is Lodewijk de Leu en welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. In een korte cursus kan je leren trekpaarden jureren. Volgens Marcel van Herle helpt zo'n cursus enkel wanneer je al voor het jureren geboren bent. Het moet gewoon in je zitten, het moet ingebakken zijn. Je moet het van kleins af meegekregen hebben. En je moet dan jaar na jaar prijskampen volgen, zien hoe dieren evolueren, durven luisteren naar oudere mensen en je eigen observaties kritisch bijsturen. Ik ben Marcel van Herle en ik jureer nu ongeveer 30 jaar. En als we beginnen te jureren, letten we vooral op de verhoudingen van een paard of van een veulen. En die verhoudingen moeten allemaal redelijk goed kloppen voor extra goede beweging te krijgen en zo. En dan beginnen we met de lengte van het hoofd. Dan gaan we over naar de hals, de schouder, de rug, het achterwerk. En zo naar de benen toe. En dat geheel moet allemaal kloppen. En je kunt dat vergelijken met een kraan in de havens. Een kraan die niet goed in elkaar zit of niet afgestemd is op lengte, die kan ook niet marcheren. En dat is eigenlijk bij paarden juist hetzelfde. Als die verhoudingen niet kloppen, kunnen die spieren die beweging niet krijgen. En bewegingen moeten vullen hebben van in het begin. En daar begint het allemaal. Je kunt een beetje corrigeren, maar niet alles. Zo is ook een paard correct zetten op stand, als voor de jury staat. En die je veel moet op en af duwen voor juist kunnen te zetten, die verhoudingen kloppen niet. Als die afkomt, je moet stoppen en dan zou die verhouding juist moeten zijn. En dat zijn dingen waar de jury vooral op let. En dan komt de bespiering erbij, de stand van de oren, de inplanting van de staart en zo. Maar dat moet er allemaal bezien als ze binnenkomen in één geheel. En dat moet er je aanleren. En dat moet eigenlijk wat aangeboren zijn, want je kunt dat niet in cursussen geleerd krijgen voor te jureren. Ze kunnen u wel een beetje helpen dat iets te verbeteren in verhouding, maar voor de rest moet dat eigenlijk echt in u zitten. En ik durf altijd te zeggen, een paard jureren is een paard meten. En dan moet je een lintmeter pakken en alle verhoudingen eens meten. En dan moeten die verhoudingen kloppen. En dan komen we terug op dat gegeven van die kraan. Als die maten niet kloppen, dan draait er zijn eigen stukje. En dat is bij paarden juist hetzelfde. En dan heb je de rechte achterstand en de rechte voorbenen, de korte kootstand en ja, noem maar op. Want eigenlijk, ja, en wij letten dan ook wat op de beharing. Maar de beharing moet er eigenlijk niet bezien. Het is het heel fundament van het paard dat telt. Gelijk als ze ook al zeggen, geen voeten, geen benen. Dat is gelijk als een huis zonder fundamenten. Dat zakt ook op een keer. En dan, maar zo is dat bij paarden juist zelf dan eigenlijk. En dan in het algeheel moeten we dat proberen positief te bekijken. Niet alleen de fouten zoeken van een paard. Want dat is iets wat eigenlijk de fokkers te weinig doen. Dat ze hun fokproducten niet te goed leren kennen. Ze moeten de minpunten van een merrie leren kennen, maar ook de pluspunten. En dan proberen een hengst te zoeken die dat eventueel kan verbeteren. Ik zeg niet dat altijd lukt. Hè. Maar ik zeg nummer 1, ja, een merrie die achter de rechter zoekt dan een hengst op die iets meer kromming geeft in de benen. En zo moet er de plus en de minpunten van die fokproduct, van je eigen merries en zo, leren zoeken. En leren herkennen en durven herkennen. Dat je er zeker van zei, dat is het minpunt van mijn merrie of het pluspunt van mijn merrie. En zoek dan een hengst die dat kan verbeteren. Maar dat lukt niet altijd. Hè. Het is niet altijd, maar in die positieve zin moet je dat proberen te verbeteren. De voornaamste dingen van jureren is eigenlijk, je moet beginnen dat het type primeert. En dan komen de gangen. De gangen en dan de bespiering en zo maar op.
Maar dat is, ja, het is daarom dat ik zeg, dat moet ingebakken zitten. Want ze zeggen dikwijls, je moet het hebben van kleins af aan, maar het is ook zo. En dat kunnen ze niet leren. Ja. Je kunt veel opsteken door veel prijskampen te volgen. En het beste, zo heb ik het gedaan, dat is dat je de kans krijgt van vullers te gereden. Het jaar erop, vullers van dit jaar zal ik zeggen. En het jaar erop zie je die terug als jaarlingen. En wat hebben die vullers verbeterd? Wat heb ik toen gezien? En wat zie ik nu? En dan een jaar later weer eens, als ze onder half jaar zijn, wat zie ik, wat heb ik als vullen zijn gezien en wat zie ik nu weer? En dan zo kun je de evolutie volgen en je eigen fouten verbeteren in het zien van de vullen of van de paard. En zo moet er dat opbouwen als beginnend jurylid, vind ik. En veel durven luisteren naar oudere mensen die de ervaring hebben. En ik heb het geluk gehad van meneer Strubbe vroeger. Dat was, in mijn ogen is dat nog altijd te grote meneer. En dan had er Paul Verheijen en al die oudere generaties. Maar toen moet er veel durven naar luisteren en durven zien wat doen die mannen. En zo kunnen er veel opsteken. Maar het is vooral uw ogen de kost geven. En de rest, ja, horen en zien. Tot in de oneindige, maar probeer dat te doen. Ja, dat is een microbe die je hebt. En dat is paardenliefhebberij. En aan het gereren, dan kun je er goed volgen. Wat zijn de evoluties van het paard? Van vullen af tot als ze 7, 8, 9 jaar zijn of 10 jaar zijn. En voor bij hengsten is dat, ik zie dat hengsten vullen. We hebben het er nu daar juist ook gezien. Volgend jaar is dat weer schoon voor te zien hoe dat die geëvolueerd zijn. Totdat ze hun goedkeuring krijgen en dan kunnen we weer zien wat presteren ze op erfelijkheid en zo. En dat is het fijne aan het gereren, dat je dat dan mooi kunt opvolgen. Ik heb jarenlang de metingen gedaan van de jonge hengsten. En daar heb ik meer dan 10 jaar opgevolgd. En als je dan ziet die evolutie in het meten en zo, in hoeverre dat die jonge hengsten doorgroeien. En dat zijn de interessante dingen ervan voor dat allemaal te volgen. Maar ja, dat is de interesse erin. En dat is, ja, ik zeg dikwijls, dat is een microbe die je te pakken hebt. En ja, eigenlijk een ernstige microbe. Maar het is een positieve microbe. Ja.